Aurriette Tol, 70, is al jaren bevriend met Anne-Wil Blankers, 82, en René Fokker, 62, maar ze hebben nog nooit samen op het toneel gestaan. Daar komt nu verandering in met Fokker Blankers Tol, een voorstelling over drie zussen. Voor Aurriette, die als enig kind opgroeide, is dat een bijzondere ervaring. Aurriette houdt van haar werk als actrice en wil daar zo lang mogelijk mee doorgaan. Dat geldt ook voor haar partner, Rob Snoek. Die ze leerde kennen bij goede tijden, slechte tijden. Rob is decorontwerper en werkt net als Uriet in de theaterwereld. Dat vindt Uriet een groot pluspunt. We begrijpen elkaars vak. Maar dat betekent niet dat hun relatie altijd vanzelf gaat. Uriet vertelde eerder in Margriet dat ze samen moeite moeten doen om hun liefde levend te houden, vooral omdat ze vaak verschillende werktijden hebben. Ze moeten hun tijd samen soms echt inplannen. Ik stuur hem een appje met mijn dagindeling en hij stuurt dan bijvoorbeeld terug dat hij die middag een uurtje vrij is. Nou, dan is dat uurtje voor ons. Of we zetten de wekker en gaan op zondagochtend naar de film. Het is soms een hele puzzel, maar het werkt voor Auriat en Rob. In Margriet: ik heb de liefste man ter wereld.